Hey, wat leuk dat je weer kijkt. Ik ben momenteel bezig met een dekentje en dat is met deze steek. Ik kan hem in het Nederlands nergens vinden, dus ik noem hem maar de compacte clustersteek. Het heeft al weg van een cluster, alleen je haakt hem anders dan degene die ik eerder heb laten zien in een vorige filmpje. Maar goed, dit is dus mijn dekentje. Uiteindelijk een flinke deken. Ik laat niet zien hoe je die kleurverloop maakt, ik laat alleen zien hoe je deze steek maakt en dat maakt best wel een lekker dik dekentje. Dus vooral voor de wintermaanden en de herfst en zo zal het wel erg lekker zijn om zo'n deken te maken. Ik heb mijn garen en op de wikkel staat voor haaknaald 4 en 5. En ik heb dan gekozen voor een haaknaald 5. Je begint eerst met een losse ketting. Maakt niet zoveel uit hoeveel los je opzet. Ik ga er even 10 doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zo. En dan ga je 1, 2 steken overslaan. In de derde steek gaan we de compacte clustersteek haken. Je slaat je draad om je haaknaald. Je steekt hem in de steek. Je haalt een draadje omhoog. Dus heb je drie lusjes op je haaknaald. Doe je nog één keer. Draad om je haaknaald. Je steekt hem in dezelfde steek. Je haalt een draadje omhoog. Dat betekent dat je 1, 2, 3, 4, 5 lusjes op je haaknaald hebt staan. Draad om je haaknaald en je haalt door alle 5 lusjes heen. Dit is je eerste compacte clustersteek. En de twee lossen hier, dat zijn eigenlijk je keerlossen. Dan gaan we hetzelfde doen in de volgende steek. Draad om je haaknaald. In de volgende steek, je haalt een draadje omhoog. Draad om je haaknaald. In dezelfde steek, je haalt een draadje omhoog. 5 lusjes op je haaknaald. Draad om je haaknaald en haak ze alle 5 heen. Nog een keer. Draad om je haaknaald. In de volgende steek steek je haaknaald erin en je haalt een draadje omhoog. Draad om je haaknaald. In dezelfde steek. Je doet je haaknaald erin en je haalt een draadje omhoog. Dat betekent weer 5 lussen op je haaknaald. Draad op je haaknaald en haal door alle 5 lusjes heen. Dit doe je tot je aan het einde bent van je losse ketting. Je zult vanzelf ook wel merken als je deze steek gaat haken dat hij lekker dik wordt in vergelijking tot de gewone clustersteek. Het ligt ook al een klein beetje aan je garen die je gebruikt. In principe doe je altijd twee keer je haaknaald in één steek. De laatste steek, nog een keer de compacte clustersteek. Zo, dit is de basis. Ik weet niet of je het al een beetje kunt zien, maar hij wordt wel lekker dik. Aan de achterkant zie je dat je dit soort iets wijdere draadjes krijgt. Dat is helemaal niet erg, dat hoort zo. Oké, vanaf nu gaan we dit herhalen wat ik nu ga laten zien. Je haakt twee lossen. Eén keertje werk. Dan zie je als je je werk een beetje uit elkaar trekt dat hier allemaal van die gaten ontstaan. Daar ga je de compacte clustersteek inhaken. Trek het een beetje uit elkaar als je het lastig vindt. Draad om je haaknaald. Deze opening. Je haalt een lusje op. Draad om je haaknaald, weer in dezelfde steek. Je haalt een lusje op en je hebt weer 5 lusjes op je haaknaald. Draad om je haaknaald en door alle 5 lusjes heen. Dan ga je naar de volgende steek, dat is deze. Dan doen we weer hetzelfde. Vijf lusjes op je haaknaald en je haalt
je draadje er doorheen. De volgende. Die zit hier. En in elke steek haak je dus deze compacte clustersteek. Straks op het eind, dan moet je even goed opletten dat je de allerlaatste steek niet vergeet, anders gaat je werk schuin lopen. Kijk, nou zou je dus denken, dit is mijn laatste steek, want dit zijn twee compacte clusterstekken. En hier is je laatste gaatje, maar dat klopt niet, want je hebt aan het begin heb je twee steken overgeslagen en die gelden als je keerlossen. Dus dit is je ene laatste steek. Daar doe je een compacte clustersteek in. En dan komt het, dus in de laatste clustersteek en de twee keer lossen, daar doe je ook nog een compacte clustersteek. Zo. En dan zul je zien dat je elke keer op hetzelfde aantal compacte clustersteken komt, als je bijvoorbeeld de onderste rij geteld zou hebben. In mijn geval is dat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... En dat betekent dat deze rij dat ook 8 moeten zijn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Dus nog één keer. Dit herhaal je constant voor deze steek. Twee lossen. Keertje werk. Haal het een beetje uit elkaar. En in deze opening haak je een compacte clustersteek. Haak het niet te strak, want dan wordt het uiteindelijk niet zo mooi. Elke volgende steek haak ik dat dus. Kijk, zoals nu, ik haak het niet te strak, want dan zie je dat het, dit is je lus die er al op stond. En als je hier hard aan trekt, wordt je draadje wat smaller. Dus niet te strak, gewoon redelijk los om je haaknaald. Je haalt weer een draadje op. Haal het een beetje te groot, ter hoogte van de andere lusjes. Weer een draadje om je haaknaald. Je haalt weer een draadje op. En dan zie je dat ze allemaal een beetje gelijke lengte zijn. Zo wordt je steek ook mooi. En ook gewoon een beetje, ja, dat zal een beetje hetzelfde eruit zien. Je moet er nou misschien niet aan denken met deze hitte, want het wordt natuurlijk, bij ons dan rond de 31, 32 graden de komende dagen. Maar goed, je kan me net zin hebben om een teken te gaan haken voor de herfst en de winter. Zoals ik dat heb eigenlijk. Voor de, dit is dus je ene laatste steek. En hier bij je twee keer lossen van je vorige toer. Daar doe je dus ook nog je laatste compacte clustersteek. Nou, ik hoop dat jullie hier wat mee kunnen. En ik hoop dat ik binnenkort weer wat tijd heb om nog een filmpje te maken. Momenteel is het zomervakantie. En mijn zoontje die is thuis voor hele dagen. Dus ik heb gewoon niet altijd tijd om iets uit te werken. Maar dat komt wel weer als de school weer gaat beginnen. Nou, ik hoop tot snel. Doei!